Nou, jullie vroegen al die tijd omdat we een nieuwe supershelter moesten gaan maken. En waar gaan we dat nou doen? Nou, in het geheim zijn we al heel lang bezig geweest. Hij staat al, hij is al helemaal klaar. Welkom bij weer een nieuwe video op kanaal van de Charter Group. Ik ben hier met Constantin. Constantin is een oude bekende van vroeger. En we gaan nu ontzettend de bergen in. We gaan het zien. Oké, we hebben dus eventjes wat verkenning gedaan in de bergen. We waren op zoek naar een slaapplekje voor vannacht. En waar we nog even lekker kunnen klimmen. Dus achter mij is een afgrond en bergen. En we gaan zo, gaan we eventjes spullen weer ophalen, gaan we een stukje verder lopen. Dan gaan we daar ons kampje op zetten. Nou, we zijn aangekomen op onze kampeerplek. Tussen de rotsen heb ik een mooi plat plekje gevonden, daar ga ik mijn bivje op zetten. Constantin gaat in een hangmatje slapen. En ga vanavond nog eventjes klimmen. Maar eerst een slaapplekje opzetten. Mijn slaapsetup die staat inmiddels. Constantin is nog druk bezig zijn tentje op te zetten. Hangmatje die nu onder een camouflage netje hangt. Hij is gewoon meteen verdwenen, joh. Je ziet er niks meer van. En we gaan straks nog even een stukje klimmen. Dit is toch een uitzicht waar je u tegen zegt. De eerste dag direct al vrij intensief aan de bak. Nee, niet intensief, gewoon lekker chill. We zijn de rotsen ingegaan, zijn naar beneden afgezeild. Inmiddels was het al donker, dus met een lampje gedaan. We zijn een paar keer op en neer geweest, lekker klimmen. En nu ben ik even water aan het koken. Want ik heb best wel honger. Ja, zo meteen even lekker eten en dan lekker slapen en dan morgen weer verder. Zien wat de dag brengt. Volgens mij kookt het al, ik heb er echt nog geen minuut op staan. Dit gaat echt als een tiet, joh. Beef stroganoff. Dan gaan we de boel afbreken en even boodschapjes doen. Op naar het volgende avontuur.
Looks quite good. Closed. Thank you. You look quite good also. Feel free. Or feel attached. Zo, we zijn inmiddels alweer lekker bezig. We hebben het nu dus het touw opgehangen vanaf boven naar beneden afgezeild, geabzeild. Weet niet. Een van die twee maak ik keuze. En ja, zometeen nog even klimmen hier. Dan gaan we straks hiken naar de nieuwe overnachtingsplek. Top. One, two, three, four. Oh, pink ass. Challenge. I'm up. Walk. Yeah. We hebben hier net een paar keer geklommen. We gaan nu eventjes het anker verplaatsen naar een andere plek. Dan gaan we daar nog een paar keertjes klimmen en dan gaan we lekker verder hiken. Try not to kick me down. I'm ready. Cool. I think so. Cool. Nou, we zijn uitgekomen voor vandaag. We zijn nu een stukje aan het hiken. We gaan even lunch eten. Het water is inmiddels gekookt. Een soort van MRE's. Meal ready to eat. Die gaan we eventjes soldaat maken. Zullen we hem goed komen? So where are we going? There. Somewhere up there in the mountains. Nou, we zijn inmiddels onderweg naar onze tweede slaapplek. We hebben net lekker gegeten en we lopen nu door de bagger heen. Lekkere losse stenen en modder en zo. We gaan een bergtopje opzoeken en daar gaan we kamp op zetten. Om zeker te weten
dat we goed lopen, gaan we even op de GPS kijken. En dat gaan we dan weer cross-check op de kaart. Voordat we straks helemaal de verkeerde kant op lopen. Dus ja. Ga even een kijkje nemen. Ah. 5, 6, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 5, 9, 8, 5, 5, 9, 8, 9, 8. We are both sure we are now somewhere here. Here we see a Constantine in its natural habitat. We lopen in de wolken. Ik ben er helemaal van in de wolken. Het is echt geweldig. Kijk. Nou, het is ons gelukt. We zijn bovenop de berg. Bijna 9 kilometer gelopen, geloof ik, om hier boven te komen. Maar daar is het uitzicht dan ook wel naar. En we gaan straks even een plekje zoeken om hier vannacht te slapen. Dus het gaat helemaal goed komen, denk ik. Alles komt er helemaal goed tijdens deze rit. Is helemaal top. Eten maken, denk ik. Ja, we zijn inmiddels aangekomen bij de tweede overnachtingsplek. En ik ga hier, het ziet een beetje precarious uit natuurlijk, langs deze boom, dat is een mooi plat stukje grond, ga ik mijn bivy opzetten. En Constantine gaat zijn hangmatje aan de andere kant ophangen. Dan gaan we zo meteen even lekker barbecuen. Okay. Yeah, I should have crossed as well. Yeah. The longer one. Yeah. Because it would be fun to grapple down here. I think so too. Next time. Next time. Now I definitely have to come back. Ik ga vanavond weer in mijn Defcon bivy slapen. Dus die ga ik hier even opzetten. Ik ga vanavond lekker kip eten, barbecuen. En ik heb nog pasta bij me, dus die ga ik nog even lekker opwarmen straks. En dan... gaan we vanavond weer lekker tukken in de bergen en wakker worden met een veel te ziek uitzicht. Wordt top. Deze trip dus ook weer gewoon mijn Defcon 5 bivy meegenomen. Zakje, twee boogjes. Klaar. Twee boogjes zijn eigenlijk voor om bij je hoofdeinde een beetje ruimte te creëren. Anders heb je doek zo in je gezicht hangen. Wordt niemand vrolijk van.
Nou, nog steeds bij onze tweede slaapplek. En we hebben even een mooie stoof gemaakt waar we onze kippetjes op klaarmaken. Die stoof die zorgt ervoor dat de zuurstof gewoon heel mooi wordt aangezogen via een paar kanalen. En nou, mooi krachtig vlammetje, kippetjes erop. Lekker eten. Nou, de eerste kippetjes zijn op. Ik heb hier nog mijn, wat is het, pasta. En ja, ik heb hier nog twee kippetjes op liggen. En hier nog eentje. En even opwarmen. Dat is de maaltijd weer compleet voor vandaag. Dit is het uitzicht. Vanuit mijn bifi. Slaap lekker, wilt rusten, tot morgen. Zo, mijn ontbijt voor vanochtend. Een Capri Sun en een Clif Bar. Top. Morning. Mijn geïmproviseerde kussentje. Ik heb mijn jas opgerold en heb ik mijn buffel mee gedaan. Wow. Kijk, prima. Ik ga mijn setupje even opruimen. Dan gaan we die kant weer op. Looking so professional. Like I know what I'm doing. Yeah. Eigenlijk heb ik geen idee waar we mee bezig zijn. Nou, we zijn inmiddels al flink eind op de terugweg. Even korte pauze, drinken, even op kaart kijken waar we heen moeten. We kunnen een wat chillere route nemen dan de heenweg. Dus ja, super chill. There's a camera on the ground. Look who we have here. Yo. Hello. A legendary dog. Legendary dog. Two dogs. One man.
Walking in the woods. Nou, we zijn inmiddels terug van onze hiketocht in de bergen. En we zijn nu eventjes op weg naar de supershelter van Constantin. En we hebben eventjes de honden meegenomen. Waar wij in Nederland ons best moeten doen om hutten te verstoppen zodat ze niet gevonden worden, staan ze hier gewoon in het bos. Ze hebben dus alle plastic nu gewoon weggehaald en daar hebben we nu een soort van, ja, van het dakleer opgelegd. Zodat het er wat mooier en netter uitziet. Maar dat er nog wel lucht doorheen kan ook. En dat de rook er ook makkelijk uit kan. Oh, let's go inside. Oh! Hallo! Hallo! This is MTV Cribs. Nou, jullie vroegen al die tijd omdat we een nieuwe supershelter moesten gaan maken. En waar gaan we dat nou doen? Nou, in het geheim zijn we al heel lang bezig geweest. Hij staat al, hij is al helemaal klaar. We hebben de slaapplek voor 1, 2, 3, 4, 5 mensen. En hierboven kunnen nog mensen slapen. Vuurplek in het midden. Dikke prima. En beneden hebben we zelfs een keuken. Nou. Army, right? And the training area is just on the hill on the other side of the valley. Oh ja. En super shelter staat hier al vanaf 2012 of zo. En deze wand hier heeft hij speciaal gemaakt dat hij met zijn ijshaken er eigenlijk aan kan klimmen. Dus al die houtjes die je ziet, deze dingetjes en zo, daar kan hij gewoon aan hangen en dan helemaal bijvoorbeeld vanaf daar naar daar gaan shimmyen met die ijshaken om een beetje te oefenen met klimmen en zo. Wat super ziek is. Het zit gewoon aan de shelter vast. Nou, dat was een vrij intens avontuur in de bergen en in het woud en in de bossen en zo. Dus enorm bedankt voor het kijken. Vergeet vooral niet eventjes een duimpje omhoog te doen. En als je nieuw kijker bent, abonneer ook even. En also, Constantin, thank you very much for taking me on this trip. You're welcome. I'll be looking forward to more awesome trips like this. Hopefully. En volgende keer neem ik mijn klimschoen ook mee. So next time I will bring my climbing shoes. Nice. So we can some do serious climbing. We can do some serious climbing. Ja. Dus ja, enorm bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Ciao. Bye.